zou ik even... Ja, er is een nieuwe stripserie uitgekomen en natuurlijk is het een nieuwtje op deze stripbeurs. En dat is een serie en waar onder andere een boekje bij zit, Bakken aan de Bar. En dat is dan gemaakt door een tekenaar die niet alleen als tekenaar bekend is, maar ook een zeer populaire van televisie. Eve, ik zie het eerste exemplaar van het nieuwe boek. En ik wil u vragen, hoe ben je gekomen tot het schrijven van deze boeken? Nou, dat zal ik kort over zijn. Harry en ik hadden altijd al het idee... om... Harry Touw bedoel je? Harry die schrijft ze dus, hè, die speelt ze mij toe. En ik had altijd al het idee om zijn moppen, of ze nou oud of nieuw zijn, dat maakt niet uit, te tekenen als strip. En we hebben een uitgever gevonden, hier Ger van Wulfte van de SP. En die geeft ze uit. En dit zijn de eerste 100... die ooit, of nee, sorry, in de war, de 200 die ooit al in de Nieuwe Revue gepubliceerd zijn. Want we publiceren ze in de Nieuwe Revue al ruim 7 jaar. Dit zijn de 200. En het ziet er zo prachtig uit. Ik ben er zo trots op, want Ger heeft het zo keurig verzorgd. En dat is in de winkel te koop, notabene. Ja, ik zou ze liever zelf houden, maar ik vind het toch wel leuk dat de mensen er ook kennis van nemen. En in de winkel zijn ze te koop voor een prijs. Dat hou je niet voor mogelijk. Ik durf het niet te zeggen, zo goedkoop. Nou, laat Ger dat maar even. Zeg het maar even. Ja, laat Ger ik moet de zaken doen nu, hoor. Ja, precies. 6,90. Nou, voor zo'n boek. Voor 100 moppen, zeg. Voor 100 moppen, dat is voor niks. Maar even. Nou, heb je dus 100 moppen, dit is het tweede boek, 200 moppen. Ben je niet een klein beetje leeg? Of komt er iedere keer wel weer wat bij? Nee, nou, wij publiceren dus al 7 jaar in de Nieuwe Revue. Het 8e jaar is ingegaan. Dat wil zeggen dat we er al ruim 350 hebben. Dus we kunnen er nog 2 van deze prachtige boekjes uitgeven. Inmiddels is dan de 400 vol, kan de derde al uitgegeven worden. En dus zijn er ook al ongeveer datums bekend wanneer dat gaat gebeuren? Nou, ik denk dat met een half jaar, want dit is zo uitverkocht natuurlijk, dat we dan met een tweede serie beginnen. Dus als er verzamelaars zijn, dan weten ze in ieder geval, als ze het eerste boek hebben, kunnen ze nu het tweede kopen. Over een half jaar komt het derde uit. Ja. En dan rekenen we volgend jaar op de beurs, komt het vierde uit. Ja, zeker, zeker. Misschien het vijfde al. Je weet maar nooit. Je weet het nooit. Maar dames en heren, je hebt het eens gezien. Ja. Als je wil lachen, pak het aan de bar. Getekend door Eve Blokken, tekst van Harry Touw. Doen!